volgt een speciale uitzending van RTV Lage Landen. De opmars is begonnen. Onder de naam Operation Market Garden trekken geallieerde troepen door Zuidoost-Brabant en Gelderland. Dit allemaal te zien bij RTV Lage Landen. Welkom bij RTV Lage Landen. 22 september 1944 was het 13 graden, koud, niet nat, maar wel spannend. Achter ons grote kraaiennesten, of hoe je dat dan ook noemen wilt, waarin mitrailleurs, bommen opgeslagen waren, militairen, vijandelijk vuur. En u moet zich voorstellen dat u dan midden in de nacht onder bruggen kruipt. De brug staat daar. Waar dat allemaal om draait. Daar waren allemaal explosieven onder gemaakt door de Duitsers om de bruggen op te kunnen blazen. En daar zijn een aantal verzetsmensen geweest die heel voorzichtig al die explosieven onklaar hebben gemaakt. En 75 jaar later vieren wij hier nu onze vrijheid in zo'n 23, 24 graden. Allerlei festiviteiten hieromheen om Market Garden. Wij gaan vandaag de intocht zien van een aantal voertuigen. We stonden net bij de brug De Oversteek. En nu zijn we verplaatst naar de Wurtseweg, waar zometeen de hele kolonne van Market Garden met allerlei voertuigen zullen langskomen. A way of dancing that's really all for you. It's very subtle, the Gondi Angel, because it does what you want it to do. It has a passion, the Gondi Angel, an invitation to moonlight and romance. It's quite a passion, the Gondi Angel, because you tell of your love when you dance. Thank you.
Thank you.
again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know where.